Robin Huisman, we hebben je net zien trainen en voor het weekjournaal willen we heel graag even een babbeltje met je maken. Ik weet nog wel van een paar jaar geleden, ik gaf je hier les en toen was je volop met voetbal bezig. Toen zat je nog bij de jeugd van Oranje. Klopt ja, Jeugd International. Jeugd International. En wie was toen jouw grote concurrent? Toch niet die nu in het Nederlands elftal in het doel staat, of niet? Nee, dat was niet mijn grote concurrent. Ik was zelf altijd nummer 1, dus ik had niet echt een groot concurrent. Ja, is dat echt zo? Was dat zo? Jij was... Nee, jij keepte dus... Je had dus gewoon in Oranje kunnen keepen. Je had gewoon mee kunnen doen met de EK. Ik had op het EK misschien wel moeten staan. Ik heb toen de keuze gemaakt om het niet te doen. En ik sta nu hier trainen te geven, wat me heel goed bevalt. Dus ik heb er geen spijt van. Je hebt er geen spijt van. Maar je hebt wel een hele mooie tijd gehad. Prachtige tijd. Heel veel meegemaakt. EK's gekiept. Bijna een WK. Jammer genoeg staat die niet op mijn naam. Maar prachtige dingen. Ja, en dan is het natuurlijk ook fantastisch om te zien deze zomer. Hoe dat zich voltrokken heeft. Hè? Ik was heel trots. Ik ken ook nog een paar meiden. Daar heb ik zelf mee gespeeld. Dus het was leuk om hun te zien dat hun het wel hebben gehaald. Noem eens een paar meiden op. Viviane Miedema heb ik meegespeeld. Merel van Dongen was net niet opgeroepen. Zat volgens mij wel bij de reserves. Dat was toen de tijd mijn aanvoedster. Dominique Jansen, Kelly Zeeman, dat soort meiden. Heerlijk zeg. Nou, en dat zijn ook leuke meiden. Dat zijn hele leuke meiden. Ja, goed in omgang ook. Mooi, mooi. En je bent hier keeperstrainer, algeheel keeperstrainer. Echt van de jeugd tot en met de senioren. Ja, de eetjes. Nu op de maandag doe ik dan de senioren van de B tot en met dames 1. Ja, zelf geef ik dan de trainer, maar je leert genoeg van. Dus ik heb zelf niet echt trainen nodig. En op de woensdag eetjes tot en met C'tjes. Dus iedereen krijgt trainen. En laat je ook nog bijscholen? Nee. Geen bijscholingscursussen of zo? Maar, of heb je dat helemaal niet nodig? Nee, ik heb zelf zoveel trainen gehad dat ik dat wel kan toepassen. En als ik dit doe, ben ik mezelf eigenlijk ook constant aan bijscholen. Ook aan gedacht om contact te zoeken met Aard Foppen, want die heeft al een paar hele leuke oefeningen. Ja, die kan dat wel, ja. Nou, tot nu toe red ik hem nog aardig, maar zo niet, dan weet ik hem te vinden. Ja, gewoon doen hoor. Ja, je zegt heel goed. Het eerste, afgelopen zaterdag. Lekker. 2-0, hè? Gelijk promoveren naar de tweede klasse, eerste wedstrijd winnen. En overtuigend, het is dat het geen 5-0 is geworden, maar we waren echt goed. Drentina was een ploeg die al langer in de tweede klasse functioneerde. Ja, ze zijn volgens mij 3 jaar op rij gepromoveerd. En vorig jaar hebben ze als eerst gespeeld in de tweede klasse. Toen zijn ze ook 60 geworden volgens mij. Dus we hadden wel zoiets van, nou, dat is de beste ploeg. Maar achteraf waren wij de beste ploeg. Ja, dat is hartstikke mooi, man. Tegen Drentina. Nou, praten ze nog een beetje plat over? Nee, we konden het goed verstaan. Goed verstaan. Goed verstaan. Okay. Mooi. En nu tegen Bergentheim? Ja, geen idee. Er zitten heel veel ploegen in waarvan we zoiets hebben van, nou, die kennen we eigenlijk niet. Maar dat is voor ons het beste. Want als wij een voetballende ploeg hebben en we kennen ze niet, gaan we zelf ook heel goed voetballen. En ik denk het verschil met ons is en de rest, dat wij echt het team zijn. Het compliment kregen we ook afgelopen zaterdag van een van de tegenstanders. Dat die zeiden van, wauw, jullie zijn echt het team. Dus het is heel moeilijk om tegen te voetballen, dat jullie ze niet van elkaar te krijgen. Jullie spelen natuurlijk al jaren met elkaar. En heel zo nu dan komt er eens een keer 1 of 2 bij. Is er weer wat bijgekomen? Nee, we zijn echt met hetzelfde team. Dus dat we met hetzelfde team waarmee we kampioen zijn geworden, het zo goed doen in de tweede klas, tenminste de eerste wedstrijd, belooft veel goeds. Dat belooft heel veel goeds. En Robin, en daar wensen we je namens DVS TV en alle supporters van de damesvoetbal, want dat wordt steeds populairder, heel veel succes mee. Ja, dankjewel. Ook namens dames 1 natuurlijk, dankjewel.